Dag iedereen, welkom bij het WTV-nieuws van woensdag 9 september. En vandaag geboren worden op 999 is bijzonder. Voor Roos Maas wordt het een 9e september om nooit meer te vergeten. De vroedvrouw uit Louwen is jarig en precies vandaag, op 999, werd haar vierde kleinkind geboren op de kraamafdeling waar ze al jaren werkt, het AZ Groeningen in Kortrijk. Roos Maas is al meer dan 36 jaar vroedvrouw. Ze heeft al honderden kindjes op de wereld helpen zetten, maar vandaag was toch een tikkeltje anders. Ze hielp haar dochter met de geboorte van haar tweede kindje Elias. Een heel, heel bijzondere dag, want op uw verjaardag oma worden is niet aan iedereen gegeven en gebeurt ook niet ieder jaar. Dus en dan ook nog op de dag 999, nog een specialere datum is dat geweest. Ja, ik ben heel erg gelukkig. Roos wordt al voor de vierde keer oma en ook bij de geboortes van de andere kleinkinderen was ze er telkens bij. Dochter Ellie, die zelf verpleegster is, vindt het fijn met haar moeder in de buurt. Ik ben wel... Blij dat mijn mama er eindelijk bij is. Ik ben hier op mijn gemak. Het is toch een geruststelling als er nog een vroedvrouw extra bij is. Ja. En aan je moeder is natuurlijk iets speciaals, hè? Ja, dat is heel speciaal, ja. En ook de vierde vader is vol lof over zijn schoonmoeder. Dan voel je meer op je gemak, hè. Dus voor mijn vrouw ook. Je ziet altijd dat ze op haar gemak is. Het is iemand dat ze kent, dus het is een voordeel. De kleine Elias was gepland voor zaterdag. Roos had stiekem gehoopt dat het op haar verjaardag zou gebeuren. En haar wens is uitgekomen. En al is ze een ervaren vroedvrouw, toch was ze tijdens de bevalling een beetje zenuwachtig. Emotioneel is het wel anders. Ergens moet je even zeggen, kijk, ik doe het gelijk bij de andere patiënt. Maar diep, heel diep in uw binnenste, zijde toch wel wat nerveuzer dan anders. Ja, heel zeker. 9 september wordt voortaan dubbel feesten voor Roos Maas en ook voor onze cameraman Rudy Dupont. Hij is de trotse opa. Een dikke proficiat dus aan de hele familie.